op een veilige manier iemand toegang geven tot jouw Google Analytics account. Of je nu met ons gaat samenwerken of met een ander online marketingbureau, of met bijvoorbeeld een webdesigner. Hoe kun je hem dan toch alle benodigde statistieken geven, maar niet eigenlijk ja, de complete rechten, zodat ze met je Analytics account vandoor kunnen gaan. Nou, binnen Google Analytics ga je allereerst naar instellingen beheerder. Dan kun je kijken, kun je hier op account niveau, dus dat krijgt iedereen volledig toegang tot het hele account, tot de properties of weergave. Nou, in de meeste gevallen kun je het beste iemand toevoegen op property niveau. Dan krijgt hij toegang tot de hele website wat betreft Google Analytics. En property is bijvoorbeeld in dit geval IM gemaakt, dus dan krijg je alle weergaves en alle rapporten en dergelijke over deze property of deze website. Stel dat je zegt van nee, ik heb meerdere properties, zoals in dit geval wij ook hebben, kun je ook iemand toevoegen voor de toegang tot je gehele account. Hou er alleen rekening mee dat in principe dit is de laagste laag waarin je iemand toegang kan geven. Dit is al een laagje daarboven en dit is de allerhoogste laag. Dus geef je hier iemand toegang, dan krijg je ook automatisch toegang tot deze en deze kolom. Nou, in dit geval voeg ik dus iemand toe aan de property IM gemak. Ik klik op gebruikersbeheer. Dan klik je op het plusje en geef je hier aan nieuwe gebruikers toevoegen. Geef hierbij het e-mailadres op. Nou, als je ons wilt toevoegen, geef je altijd analytics@imgemak.nl toe. Doe dit ook alleen als we je daarvoor hebben uitgenodigd. Vervolgens vind je het vinkje aan, breng nieuwe gebruikers op de hoogte via e-mail, zodat dus de gebruiker ook weet van, hey, ik ben toegevoegd. En in de meeste gevallen kunnen het beste alleen dit vinkje aanvinken. Dus degene kan dan niks bewerken, kan ook geen gebruikersbeheer, kan het alleen maar even bekijken en analyseren. Dus dan krijgt hij wel toegang tot alle statistieken, alleen kan hij er vervolgens niks mee wijzigen. Nou, dit is in mijn ogen de meest gebruiksvriendelijkste manier om een gebruiker toe te voegen en ook de meest veilige manier. Mocht je er niet helemaal uitkomen, laat je reactie achter onder deze video, als je deze video bekijkt onder YouTube. Of je kunt ons altijd ook natuurlijk mailen of onze support vragen via het supportformulier. Veel succes!